confrontatie met een diagnose van een psychische ziekte is een verlieservaring, zoals je dat ook in het sprookje ziet. En dat roept een rouwproces op. Je bent in rouw, maar er is geen overledene om te groeten of om afscheid van te nemen. En het gaat hier om rouw op meerdere sporen. De persoon wordt geconfronteerd met een diagnose die niet leuk is om te horen en om mee te leven. De ouders worden elk op hun manier, vader anders dan moeder, geconfronteerd met een ziektebeeld bij een zoon of dochter. De broers en de zussen, grotere en kleinere, elk volgens hun plaats in de familie, beleven het op hun manier. De partner, als het gaat om iemand die gehuwd is. De kinderen. En niet te vergeten, de grootouders, ik zal die nooit meer vergeten, de noemen ze mevrouw is morgen bezig over haar grootmoeder. Als familie beleef je echter dat rouwproces in aanwezigheid van de persoon zelf. Na een overlijden is die persoon niet meer. En de belangrijke vraag is of men dat rouwproces ook ziet. Twee voorbeelden. De man, 37 jaar oud, 4 kinderen, leeft sinds 4 jaar met deze diagnose en heeft het daar erg moeilijk mee. Op de gevalsbespreking wordt als een van de belangrijkste problemen gesteld dat de betrokkenen en zijn familie de beperking van die ziekte nog niet hebben aanvaard. Een moeder klaagt over momenten van moedeloosheid en uitputting en momenten dat het echt niet meer gaat. Ze krijgt de boodschap dat ze haar zoon meer moet loslaten en een voorschrift voor antidepressiva. Verliesverwerking is niet gemakkelijk. En verliesverwerken is rouw arbeid verrichten. Dat woordje arbeid is eigenlijk een heel belangrijk woord. Het uitdrukt dat verliesverwerken werken is. Luisteren is een werkwoord, maar rouwen is ook een werkwoord. En die rouwverwerking kan je opdelen, zoals je elke arbeid kan opdelen in taken, ook die rouwverwerking kan je opdelen in taken. En in die rouwverwerking zijn 4 belangrijke taken. En die eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Maar wat is die werkelijkheid hier? Zelfs als iemand komt te sterven en mensen vaak het gevoel dat dit niet kan en menen ze vaak die overledene nog te zien en te horen in de komende dagen. Het is niet zo eenvoudig om die werkelijkheid te laten doordringen. En men spreekt dan van, ze ontkennen de situatie. Ik heb er heel veel over geleerd, 6 jaar geleden, toen ik zelf de diagnose kreeg van een zeer agressieve vorm van prostaatkanker. Ik wist dat die 12 biopsies die ze genomen hadden, zeer kwaadaardig waren. En ik zat voor de chirurg en hij legde mij uit dat er 4 mogelijkheden van behandeling waren. Niets doen en afwachten. Een radicale operatie met heel wat negatieve consequenties, bestraling of chemotherapie. En hij zei dat hij de voor- en de nadelen van al die behandelingen had uitgelegd. In uw situatie geef ik u geen keuze, een radicale operatie met alle nadelen van dien, want anders loopt je binnen een jaar niet meer uit. En ik had mijn kaartjes mee en mijn pen en ik zei, dokter, wacht even, ik schrijf op wat je allemaal vertelt. Ik had een heel drukke dag, ik kwam om 8:30 uit de consultatie buiten, ik had een heel drukke dag. Ik kwam s'avonds om 11:00 thuis en ik zei, wat heeft de dokter mij nu vanmorgen allemaal verteld? En ik begon mijn kaartjes te lezen. 2/3 van hetgeen dat ik had opgeschreven, had ik niet gehoord. Had ik dit niet opgeschreven, had ik gezworen, daar hebben ze mij nooit iets over verteld. En vooral over de nadelige aspecten van die behandeling. En een tijdje later moest ik spreken voor artsen over ontkenning en over mijn ervaringen met ziek zijn. En toen ik dit zei, de chirurg zat op de eerste rijtje. Maar hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ik zei, ik zal het jullie eens uitleggen hoe dat dan mogelijk is. Jullie geven een verstandelijke uitleg. En jullie praten over mijn prostaat, over dat deel van het lichaam. Wat gebeurt er met mij op dat moment? Ik denk aan mijn vrouw, aan mijn kinderen, aan mijn gezin, aan mijn leven en aan mijn werk. En voor mij is dat een emotioneel probleem. En ik heb het hier even op het bord geschreven. Je moet je even voorstellen dat dat 2 straten zijn. De straat van het verstand en de straat van de emotie.
De straat van mijn prostaat en de straat van mijn gezin. Ik noem ze voor het gemak de dorpsstraat en de kerkstraat. Als jullie aan het praten zijn in de dorpsstraat en ik wandel in de kerkstraat, hoe kan ik dan nog horen wat je vertelt? En dat is wat er vaak gebeurt. De dokters en de zorgverstrekkers praten in de dorpsstraat en de patiënt is vertrokken naar de kerkstraat. Wat moet men doen? Men moet de dorpsstraat verlaten, men moet naar de kerkstraat komen. En hoe doe je dat? Dus vertel eens, na twee zinnen uitleg, vertel eens wat er nu door je hoofd gaat. En dan ben je weg uit die dorpsstraat, dan ben je in die kerkstraat. Je moet de patiënt terug meenemen naar de dorpsstraat. En met hem terug meegaan naar de kerkstraat. En hem terug meenemen naar de dorpsstraat. En zo dringt informatie door. Dus onder ogen zien van die werkelijkheid is een levensgrote, moeilijke opdracht voor mensen. En men moet dus informatie, men moet weten wat er met patiënten gebeurt. Men moet die informatie herhalen, steeds weer opnieuw. En men moet hen de kans geven om voortdurend hun eigen verhaal te vertellen. Want het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleid aan de kans. En één keer die werkelijkheid begint door te dringen, staat men voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies verwerken zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn weg te duwen, hindert het rouwproces. En die pijn van mensen komt naar buiten in allerlei emoties, in extreme vermoeidheid, in gebrekkige concentratie, daarmee hoor je ook weer niet meer wat verteld wordt, in boosheid en in agressie, in schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. En in onze cultuur komen schuldgevoelens wel degelijk voor, mevrouw. Zo zijn we opgevoed. En wat is helpen bij die tweede taak? Die pijn niet ontlopen, maar durven aanwezig te zijn bij de pijn van mensen en die weg te duwen met antidepressiva. Intens verdriet, beste mensen, gelijkt heel goed op een depressie. Maar een depressie is een psychiatrische ziekte. En intens verdriet, als je geconfronteerd wordt met een diagnose van ernstige ziekte, is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Dat is geen depressie. Antidepressiva helpen daar niet voor. En mensen het gevoel geven dat al die emoties die ze ervaren normaal gedrag zijn van normale en evenwichtige mensen. Ook die boosheid en die agressie. Als kinderen hebben jullie allemaal geweten dat dat normaal was. Wat doen kleine kinderen? Ze leren lopen en ze lopen met een knie tegen een tafelpoot. Wat doen ze? Stop tafel. Die pijn komt in boosheid naar buiten. Maar pijn komt ook in schuldgevoelens naar buiten. Had ik dat niet moeten doen? Had ik dat niet? Ik voel me zo schuldig. Dan zeg je dan, je mag je toch niet schuldig voelen? Wat doe je dan? Je duwt die schuldgevoelens terug. Je moet de mensen zeggen, je mag je best schuldig voelen. Want schuldgevoelens hebben met liefde te maken. Ik zeg niet dat ze in uw cultuur geen liefde zouden hebben. Schuldgevoelens hebben met liefde te maken. En een frappant voorbeeld dat mij getroffen heeft enkele jaren geleden, heeft een jongetje van 6 jaar in de Belgische Ardennen een huis in brand gestoken. En in die brand zijn 2 kinderen, een van 4 en van 7, om het leven gekomen. Men dacht dat dat jongetje dat opzettelijk had gedaan. Toen men hem daarover aansprak, was de eerste zin die dat kind zei: en ik heb 1 jaar geleden mijn papa ook al dood gedaan. De papa van het kind was 1 jaar tevoren aan kanker gestorven. Het kind zat al 1 jaar beschuldigd, dus het is mijn schuld dat mijn papa is doodgegaan. En niemand heeft dit gemerkt. Die schuldgevoelens zijn hier zitten koken en koken van binnen. En ze ontploft in het in brand steken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Mensen, we kunnen levens redden met meer te weten over rouw en verdriet. Dan kom ik aan mijn derde taak. Mijn derde taak is zich aanpassen aan de wereld met deze aanpak. En dat is verschillend van persoon tot persoon. En elk van die personen in dat gezin en in die familie staan voor dat proces van zich aan te passen aan. Hoe kan je daarbij helpen? Door steeds opnieuw te luisteren naar het verhaal van mensen. Want er zijn het verhalen over dat je mensen helpt om opnieuw op verhaal te komen in het leven. En pas dan kom je aan die vierde taak van je rouwarbeid toe. Namelijk opnieuw leren houden van de mensen en opnieuw leren genieten van het leven. Dat is pas de vierde taak van je rouwarbeid. En ik heb niet over fasen gesproken. Want fasen, dat volgt logisch en chronologisch op elkaar. Ik spreek over taken en taken lopen door elkaar heen. Er zit een zekere chronologie in, maar ze lopen door elkaar heen. En je kan ze niet, je kan niet zeggen van het een moet eerst af zijn voor het andere begint. Nee, dat loopt door elkaar heen. Wat zie je nu?
Als iemand verliest aan perspectief, aan dromen, aan verwachting, aan mogelijkheden door een psychische ziekte, dat dit verlies vaak niet als een verlies en die rouw vaak niet als rouw wordt gepercipieerd door de omgeving, omdat het gaat om een niet erkend verlies. En ouders hopen soms, ik hoor ouders soms zeggen, ik hoop dat mijn kind met deze aandoening sterft voor mij. Want wie gaat er zorg voor dragen als wij er niet meer zijn? Beste mensen, wie hoopt nu dat zijn kinderen zou mogen sterven, dat hij zijn kinderen mag begraven? Want dit geeft iets van de diepte van het drama soms voor families. Ik hoop dat mijn zoon doodgaat voor mij. En wat ziet je vaak? Dat broers en zussen de normale thuis verliezen. En hier wil ik een lans breken voor een nieuw paradigma over kijken naar verlies en verdriet. Het gaat hier over leven met een levend verlies. Rouw doet denken aan het sterven van een dierbare. Maar hier gaat het om het leven met een levend verlies. Dit gaat niet over mensen, dat is daar de volgende dag weer terug en telkens weer opnieuw. En dus naast de rouw die een gradueel verloop kent en geleidelijk weer een normaal leven mogelijk maakt, naast de rouw die overgaat, bestaat er dus iets als chronische rouw die nooit overgaat. En dat is niet te verwarren met pathologische rouw en dat is niet te verwarren met een depressie. Het is dus duidelijk daarvan onderscheiden. Het gaat niet om eenzelfde rouwverloop als bij het sterven, ook al zijn de reacties en de emoties zeer gelijkaardig. Het heeft niets te maken met een oplossing of een beëindiging, maar het heeft alles te maken met een verlies dat niet afneemt, met wonden die niet worden genezen. Het gaat dus om een verlies dat continueert en nooit overgaat. En een permanente oplossing verwachten is totaal onrealistisch. Het gaat over jaar na jaar leven met verlies en over het vinden van evenwicht in het leven zonder volledig zijn greep te verliezen op dat leven. En het gevaar is als mensen opnieuw en opnieuw daar moeilijk mee hebben dat dit ten onrechte wordt gediagnosticeerd als pathologische rouw of als een depressie. Mensen kunnen maar terecht als het begrip is. Maar hoe kan je begrijpen zonder kennis? Onbegrip betekent hier vaak meer schade toebrengen dan mensen opvangen. Het verdriet blijft bij mensen een leven lang bestaan en er zijn periodische opstoten van intens verdriet te verwachten in de komende periode. Het gaat dus, heb ik gezegd, om een levend verlies. Een verlies zonder voorzienbaar einde. Het blijft een leven lang bestaan en het is dus een duidelijk keer een paradigmawissel, een totaal ander model van verloop. En het is opmerkelijk dat de zorgverlening deze paradigmawissel niet voldoende heeft geïmplementeerd in de praktijk. De introductie van dit nieuwe paradigma, het paradigma van het leven met een levend verlies, is voor mensen die daarmee worden geconfronteerd zelf op hun mond. Het permanent verdriet wordt van de ene dag op de andere daardoor van de pathologie ontdaan. En dit is voor mensen heel heilzaam vaak. Voorheen werden families vaak gezien als lastige, zwaarmoedige en labiele personen die niet tot acceptatie komen. Na de eerste maanden, toen ze voor het eerst met deze diagnose werden geconfronteerd, kregen ze nauwelijks nog de kans of nauwelijks nog verdere aandacht. Het is meegedeeld, die familie wist het, moest daarmee maar leren leven. Meestal gaat het om een vorm van niet erkende rouw, want er is immers geen overleden. En er zijn dus ook geen rituelen, zoals je bij het overlijden rituelen hebt. Het niet onderkennen leidt tot een verkeerde benadering. En boosheid en agressie, lastig gedrag, zich niet kunnen concentreren en schuldgevoelens zijn normale reacties die vaak al niet begrepen worden in de gewone rouw en hier dan ook vaak nog veel minder worden begrepen. Een jongen was tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis na zijn diagnose
En de jongere broers en zussen liepen spelend door die afdeling en kwamen hun mama roepen en zeiden ze, mama, je moet eens meekomen. Wat daar staat, ze hadden in de keuken van het personeel op het bord gelezen dat men moest opletten voor de mama van Steven in kamer 123. Want dat is een heel moeilijke moeder die de handicap van haar kind nog steeds niet heeft aanvaard. Chronisch rouw is een reactie op een nooit eindigend verlies. Op een verlies dat geen einde kent, maar ook een beginpunt is vaak wazig en minder duidelijk dan bijvoorbeeld bij een sterfgeval. En er zijn vier factoren die het rouwproces onderscheiden van het rouwproces na het sterven. Het eerste is, verlies en rouw blijven voortbestaan. Neem niet af in de tijd, maar blijven voortbestaan. Men kan geen normale ontwikkeling verwachten in een bepaald facet van het leven van die persoon. Dus die persoon zit met een aandoening waardoor je eigenlijk altijd een beperking moet leren aanvaarden. Ten derde, het verlies gaat gepaard met vage en niet-materiële verliezen. Zoals het verlies van hoop, van idealen in verband met wat de werkelijkheid had kunnen zijn geweest. En ten vierde, er is een voortdurende onzekerheid over wat er kan gebeuren. De toekomst is onzeker. Men mist de veiligheid die anderen met een redelijke waarschijnlijkheid kunnen verwachten. Men mist dus eigenlijk de verbinding met de hoofdstroom van het leven vaak. Waar men kan verwachten dat de rouw na een verlies door sterven na een tijd afneemt, kan het verdriet bij chronische rouw progressief en intenser worden. De blijvende aanwezigheid van de persoon met die beperking of van het verlies verhindert soms dat mensen investeren in andere facetten van het leven. Hij ziet vaak pieken en dalen optreden. En een veelheid van gebeurtenissen kan telkens weer grote golven van verdriet oproepen. Je krijgt ineens een aankondiging van het huwelijk van een van de kinderen van je vrienden. En je constateert, mijn zoon zal misschien nooit die dag leven. Je hoort de ouders, de anderen, op je werk, bijvoorbeeld een koffie in de werksituatie, vol, de komende dagen begint dat weer, vol enthousiasme praten over de schitterende schoolresultaten die hun kinderen in de school hebben gehaald. En je hebt een zoon die niet in staat is om die schitterende resultaten te halen. En ik noem maar verder op. Ik ga maar verder door. Professionele herkenning van dit verschijnsel kan mensen in belangrijke mate helpen. En kan de kwaliteit van de hulpverlening zeer sterk bevorderen. Niet erkennen, verkeerd interpreteren, inadequate reacties vanuit intentie mensen te helpen, zijn schadelijk en duwen hen dieper in de put. Door chronische rouw als iets tijdelijks te zien, waar men zich over moet zetten, miskent men wat er met mensen gebeurt. Men is er steeds van uitgegaan dat mensen beperkingen moeten accepteren. Dat was zeer lang een onderdeel van elke theorie over rouw. Je moet mensen tot acceptatie leren. Het model van chronische rouw als professioneel referentiekader is bijzonder nuttig om het ongeduld te temperen ten aanzien van de agressies, de traagheid van de reacties en de terugkerende golven van intens verdriet. En het gebrek aan de rechtlijnige vooruitgang naar het beloofde land van aanpassing en aanvaarding. Aangepaste doelstellingen zijn waarschijnlijker als professionals chronische rouw onderkennen en begrijpen. Het gaat hier niet om loslaten. Waar komt zo'n kind terecht als je hem loslaat, zoals men vaak in theorie over rouw aandacht. Trouwens, in rouw na een overlijden heb ik altijd wars geweest van dat woord, je moet je kind loslaten. Waarom zou een ouder in godsnaam een overleden kind moeten loslaten? Verwerken is niet loslaten, maar is anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Het gaat niet om afstand nemen. Je moet afstand nemen. We moeten een onderscheid maken tussen het accepteren van de persoon en het accepteren van de beperkingen en de omstandigheden.
Mensen kunnen wel die persoon accepteren, maar mensen die ziekte daarop accepteren. Het gaat meestal niet om permanente aanpassing. Men moet, er is vaak een fluctuatie in het onder ogen zien van die werkelijkheid. De werkelijkheid van het verlies wordt een moment meer en een moment minder onder ogen gezien. En ontkennen kan een voordelig geschenk zijn als je moet leven met chronische rouw. Als je vandaag alles zou beseffen wat dit ooit in de toekomst nog zou kunnen betekenen, dan is het moeilijk om daarmee te leven. Ontkenning is vaak een voordelig geschenk. Problemen zijn meestal niet van de baan met een emotionele ontlading. Je hebt gedachten naar die persoon geluisterd. En je hebt het hele verhaal laten uitspreken. En die heeft zich kunnen uitwinnen en het heeft deugd gedaan. En de volgende dag kom je die tegen en is heel verdrietig. Dan denk je, ja, heeft dat dan geen zin gehad? Ja, natuurlijk heeft het zin gehad, maar de volgende dag is die persoon nog ziek. En wordt men daar nog mee geconfronteerd. Men moet er rekening mee houden dat een emotionele ontlading de problemen niet uit de wereld heeft geholpen. En agressie en irritatie zijn hele normale reacties. Vaak wordt bij chronische rouw het verdriet ook onzichtbaar en dat maakt het nog eens moeilijk. Een typisch verschijnsel bij chronische rouw is een soort demping van de gevoelens, waardoor ze als het ware worden gemist. Gevoelens verliezen als het ware hun lichtsterkte, waardoor je ze niet meer ziet. En daardoor wordt het aspect van chronische rouw vaak gemist door professionals. De emotionele gewaarwording kent geen hoogte en geen laagte meer en de expressie wordt afgebot in beide richtingen. Naar omhoog en naar omlaag. Je hoort mensen zeggen, ik was niet meer in staat tot vreugde, maar ook niet meer tot huilen en tot intense emoties. Demping is een verdedigingsmechanisme tegen hernieuwde traumatisering. En het kan ook de capaciteit blokkeren om andere gevoelens toe te laten. Men durft dan zijn eigen kwetsbaarheid niet meer laten zien en niet meer onder ogen komen. De moeder vertelt het volgende. Ik zat op een consultatie bij de arts en die zei op dat moment, mevrouw, dat moet toch moeilijk zijn voor jou. Hoe doe je dat toch elke dag, met al die zorgen? Ik herinner me dat ik zo verrast was door die vraag, dat ik in tranen uitbarstte. Niet tranen van boosheid, maar van opluchting, dat er iemand verder keek dan al die beperkingen in de ontwikkeling van mijn dochter. En het waagde te kijken naar het impact van haar beperkingen op ons gezin. Ik weet dat die arts mijn verdriet niet kan genezen. Maar die vraag stellen bracht die dag een stuk kracht en heling voor mij. Het is alsof mijn rouw een pijnlijke plek is. Een wonde die ik voor mezelf hou en zelden aan iemand nog laat zien. Die arts gaf door zijn vraag de wonde een kans om zich te openen naar de lucht en te genezen. Op die dag moest ik mijn verdriet eens niet toedekken en verbergen. Die arts begreep dat dit de hele familie raakt. En het raakt inderdaad de hele familie. En ook de andere kinderen in het gezin verliezen. Ze leven in twee werelden. De gewone wereld van hun vrienden en de wereld van hun buitengewoon gezin. En ze zijn vaak ook een stuk van hun ouders verloren. De jongen zei, ik droomde dat ik ooit eens de mama zou terug hebben die ik had voordat die diagnose werd gesteld. Mama was bezorgd en ik miste de uitbundige vreugde die ze voordien had. Dus kinderen verliezen niet alleen aan aandacht, maar ze verliezen vaak ook de ouders die voorging hadden. Goede informatie van zorgverstrekkers aan al die kinderen in het gezin kan hun angst reduceren. Maar wie denkt er op dat moment aan andere kinderen? Ze moeten ook aan hun vrienden kunnen uitleggen wat er aan de hand is met hun broer of zus. En die zullen zich comfortabeler voelen als ze er meer over weten en minder bang zijn om daarmee om te gaan. Ouders zijn echt zo bang om het slecht nieuws aan hun kinderen duidelijk te maken en vermijden vaak het gesprek daarover. En ik wil hier een lans breken voor kinderen. Aandacht voor kinderen van psychisch zieke ouders, zonder dat dramatisch voor te stellen, maar wil ik toch een paar aspecten even aan bod brengen. Kinderen die moeten leven met een psychisch zieke ouder, kunnen vaak
in een onveilige situatie terecht te komen. Ik hoor kinderen soms zeggen, ik wist nooit als ik thuis kwam welke problemen zich zouden voordoen. Je krijgt soms te weinig bemoediging bij schoolse prestaties, hoe hard je ook je beste doet. Zei, ik ijverde om 20 op 20 te halen, om mijn moeder er iets gelukkig te maken. En ik kwam thuis en ik legde mijn rapport op tafel en ze bekeek het niet, dat ze zo in haar eigen problemen zat. Wat betekent het voor kinderen als ze nooit eens geknuffeld worden? Als ze geen vriendjes thuis kunnen ontvangen? Als ze alle gevoelens voor zich houden om te voorkomen dat hun ouders het nog moeilijker hebben? Als ze moeten zorgen voor hun ouders, want kinderen zijn zeer trouw en zeer loyaal. Kinderen zijn vaak ontzettend eenzaam in het gezin met een psychisch zieke ouder. Alles draait om de zieke en de ziekte en zelf komen ze op de tweede, de derde of de laatste plaats. En als ze pech hebben, blijven ze in de kou staan en is er niemand die hen verwarmt. Ook dat moeten ze nog zelf doen. Ze worden vaak te weinig opgevangen, te weinig gehoord, te weinig gezien. Ze hebben zich weggecijferd in functie van de anderen. En in die sfeer is het moeilijk om het nodige zelfvertrouwen op te bouwen voor de toekomst. Probeer maar eens grond onder je voeten te krijgen als papa of mama psychisch ziek is en je met een hoop verwarring en vragen zit waarop geen antwoord komt. En let hier duidelijk op, ik heb het hier niet alleen over het ziek zijn van papa of mama, maar over het feit dat er geen vragen, geen antwoorden komen op de vragen voor kinderen. Want kinderen kunnen heel veel aan als ze metafaal worden opgevangen en ook goede antwoorden krijgen op hun vragen. En hoe moeten kinderen zich losmaken in de puberteit om op eigen benen te staan als ze nooit werden vastgehouden? Ze zijn enorm loyaal ten aanzien van ouders en zullen daarom niet rap hulp zoeken. En vaak hebben ze geen woorden voor hun problemen, omdat ouders met psychische problemen soms ook minder communiceren en minder praten met hun kinderen. Een psychische stoornis tast ook iemands vaardigheid om op te voeden aan. Opvoeden heeft alles te maken met aanmoedigen, maar zoiets kan maar als men zelf een beetje goed in zijn vel zit. Het is dus heel erg belangrijk dat kinderen ook voldoende aandacht krijgen en kansen krijgen. Wie is er voor die kinderen? Ik heb het nu niet over het gezin zelf, maar over de buurt, de straat en de school. Wie is er om naar die kinderen te luisteren en om die kinderen ook te blijven luisteren? En ik wil ongeveer afronden. Soms vraagt men, denkt men dat het zoveel vraagt van kinderen, om kinderen goed op te vangen. Een jongen vertelde mij, hij zei, ik zag niet goed met die majora moest doorkomen met het grote verdriet waarmee ik zat. Ik heb het gered dankzij mijn leraar Latijn van het eerste middelbaar, die als mij echt niet ging, mij even 10 minuten apart nam in de bibliotheek om naar mij te luisteren. Het was maar 10 minuten. En die leraar heeft mij 6 jaar lang bijgehouden, ook al heb ik maar 2 jaar van hem les gehad. Maar die 6 jaar van mijn middelbare school, die had het altijd in de gaten als mij niet ging. En hij nam mij 10 minuten mee naar de bibliotheek om naar mij te luisteren. Dankzij die leraar ben ik zonder kleerscheuren door mijn middelbare school gekomen. En ik vroeg hem hoe vaak heeft die leraar dat gedaan, of eerder eens. Je zou je nog kunnen herinneren hoeveel dat was in die 6 jaar, of het was heel veel, hoor. En ik dacht diep na, in die 6 jaar, toch zeker wel 9 keer. 9 keer, 10 minuten, op 6 jaar tijd, wat heeft het gevoel gegeven dat er iemand was die met hem gegaan was, dat er iemand was voor hem. En, beste mensen, chronisch verlies gaat om rouw zonder lichaam. Maar de afwezigheid van een dode lichaam om te gaan groeien, betekent niet dat er geen rouw, dat er geen verdriet is.